Even kijken, de pizza Misterioso, wat houdt er precies in? Dat hebben we nog nooit van gehoord. De pizza Misterioso is een... Het is een rijke melange van verschillende soorten vlees en 3 soorten kaas. Gemaakt met speciale appetito kruiden. Ik moet zeggen meneer, ik raad hem persoonlijk wel aan. Het is echt mijn parade. Ja. En de prijs, 16 euro, dat is niet niks. Waar komt dat vandaan? Ja meneer, wat moet ik zeggen? Het is kwaliteit, het is echt delicioso. Ja, precies. Nou, doe die dan maar. Doe die dan maar. Dat is zo mysterieus zo. Perfect. Ben je op contant? Doe maar contant. Doe maar contant. Helemaal goed. Kan ik die aan doen, even? Carlo! En pizza mysterioso. Pronto! Komt eraan. Gaat u zitten, meneer. Komt zo bij u. Ciao, ciao. Marco, hoeveel hebben wij nog op voorraad? 6 stuks of zo? Ik zal even kijken. Oké, even rustig. Hij gaat even kijken. Oké, ik wil er minimaal 10 op voorraad hebben namelijk. 2? Marco, wat is 10 min 2? Dat is in totaal 8 stuks en ik wil ze zo groot mogelijk hebben. Hoeveel moet je ervoor hebben? Make cazzo! Op 1 voorwaarde. Ik wil krokodillen. En ik wil 5 schubdieren.
gelukt. Maar het scheelde niet veel. Mooi. Het geld. Goed zo. Ik heb pizza gehaald. Lekker. Dat startkapitaaltje begint al aardig gestalte te krijgen. En ik heb net gesproken met onze verhuurders. Kunnen we vanaf volgende week intrekken. Er is alleen nog één ding wat me dwars zit. En dat is? Hoe gaan we ze wegconcurreren? Ik bedoel, we kunnen niet naar de politie. Dan zijn we zelf ook de klos. We moeten gewoon goede pizza's bakken. Ja, maar we hebben iets speciaals nodig. Een paradepaardje. Ja, daar komen we wel uit. Weet je al waar we het geld gaan witwassen? Ja, gewoon. Bij onze vaste matties. Maar waarvan? Koer op Madonna's trotsa! Fuck, we kunnen echt fluiten naar het geld. Ja, dat sowieso! Marco, waar blijf je met die pasta? Mamma mia, bellissimo! Marco, Carlo, wat dachten jullie van een nieuwe pizza op de kaart? Pizza? Explosivo. Waar gaan we zorgen dan? Ik weet iets. Althans, ik heb een vermoeden. Giorgio, ze zijn er. Ik ga even die pizza bezorgen.
even, doe mij eens een sigaret. Jongens, we hebben een nieuw impuls nodig. Hè? Een nieuw ingrediënt. Wat dachten jullie van kamelenvlees? Geef jullie die pizza, kom op. Famiglia, sto tranquillo che fumo vaniglia, corro forte, siamo i primi in pista. Giovane, 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 fuori classe. Giovane, 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 fuori classe. Giovane, 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 fuori classe. Fuori, giovane, fuori classe. Giovane, giovane, fuori classe. Plaza campione come Ronaldo. Scemo, mi stavo solo allenando. Se ora sono cazzi, sono sceso in campo. Dici palle nelle barre, dalle stalle ma alle stelle. Coreati nelle palle, cicatrici sulla pelle. Impegniamo con le guardie avanti. Faccia sporca come trafficante.